Scholtens Vristers viert deze dagen het einde van de verbouwing. De boekhandel is in oppervlakte de derde in grootte van Nederland. En met deze verbouwing is het nog een beetje toegenomen. Voor mij reden om in de geschiedenis van het bedrijf te duiken. Er moet een boekje zijn waarin iets staat over de recente geschiedenis van Scholtens Vristers. Nou, eens kijken waar dat is. Het internationale boekenvak in een vogelvlucht. Daar staat wat in. Vristers, een oud Utrechts familiebedrijf uit eind van de 19e eeuw. Maar pas in 1983 opende Vristers een winkel in Groningen in dit pand. Pand van Geubels. En nadat Vristers en Scholtens beide in handen waren gekomen van de Wolters-Kluwer groep, gingen ze in 1991 samen. Hier. Want Scholtens zat ergens anders, maar daar waren geen uitbreidingsmogelijkheden. En dit is zo groot, hier kon het wel. Dus Vristers was Utrechts, maar Scholtens was Gronings. Dus ik denk dat er toch wel ergens hier iets meer over Scholtens moet zijn. Bijvoorbeeld een archiefje van Scholtens. Daar ga ik naar kijken. Daar. Hallo. Ik ben bezig met de geschiedenis van Scholtens. En nou vroeg ik me af of hier ook een stukje archief is van Scholtens. We hebben nog wel wat archief. Moet ik wel even op zoek. Is goed. Ik ga het even voor je pakken. Probeer het te vinden. Oké. Okay. Het archief van Scholtens. Ik ben benieuwd. Archief. Archief staat erop. Doos. Staat erop. Ja, het staat er nog op. Mag ik dat even gaan bekijken? Ja, natuurlijk. Hier ergens in de winkel? Ja, hij is zwaar. Kijk uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, even zien. Scholtens. Dat is leuk. Stempels met afbeeldingen van de oude winkel. Ja, daar zit het vol mee en ook nog wat foto's. Grote Markt 43-44. Spiegelbeeld natuurlijk. Een boekje over de boekhandel Scholtens en Zoon. Het begin. Dit is de oprichter, Arend Lubertus Scholtens. Hier staat een advertentie uit de Groninger Courant, 1841. En daar staat in dat hij de boekaffaire overnam van zijn oom Willem Zuidema. Dat was een broer van Scholtens, zijn moeder. Er staat ook waar het pand was. De zuidzijde van het stadhuis. Aan de Grote Markt. Maar dit was het pand. Zo zag het er in die tijd uit.
nadat Arend Lubertus Scholders III, de kleinzoon van de oprichter, het naastgelegen pand had aangekocht, liet hij ze beide slopen en vervangen door het huidige pand. Dat was in 1928-29. Men noemde dit nieuwe pand het Koendershuis, omdat uit historisch onderzoek was gebleken dat beide oude panden in 1559 aan de burgemeestersfamilie Koenders behoorden en in dat jaar aan twee broers werden toegewezen. Volgens het bouwdossier ze spraken van 2 winkelafdelingen en 6 etagewoningen. Het ontwerp voor dit gebouw werd gemaakt door het Groningse architectenkoppel Nijhuis en Reker. En hier de toegangspoort naar de etagewoningen met een heel mooi glas in lood raam met de bouw. Volgens de kranten uit die tijd was het een uniek gebouw, want het was een flatgebouw in het centrum van de stad en dat was nog nergens vertoond. En omdat het een flatgebouw is, zit er ook een lift in. De vierde. Nou, het is wel aardig hoog, maar een flatgebouw. Er waren in 1929 toch ook heel wat andere hoge gebouwen hier in de buurt. Maar in het gebouw moet iets zijn dat echt uniek was. En daar ga ik even naar kijken. Hoi, woon jij hier? Ja. Oh, zou ik eventjes mogen kijken hier binnen? Want ik ben met de geschiedenis van Scholtens bezig. En nou is er in jouw huis misschien iets unieks. Nou, ja, dat mag. Ja? Tegeltjes. Ja. Maar ik moet eigenlijk in de keuken zijn. Ja, die zie ik. Dat is de keuken. Ja. Want daar was iets bijzonders. Nou, misschien is het er nou niet meer. Maar dit is nog authentiek. Maar het gaat om iets anders. Want hier in deze keuken was de allereerste elektrische koelkast van Nederland. Nou, die is er nou niet meer, maar ik denk, hij heeft vast hier gestaan. Hier zo. Maar goed, genoeg over de etagewoningen, want het gaat om de boekhandel van Scholtens. En daarvoor ga ik weer naar beneden, naar de winkel. Dit is nu een lifestylezaak, maar op deze plek begon Scholtens in 1841 zijn boekhandel. Belangrijk onderdeel van die boekhandel was de verkoop van wetenschappelijke boeken. Dat kwam omdat Vindicat Scholtens had uitgekozen als, ja, zeg maar, hofleverancier. Daarvoor stond op de gevel ook het wapen van Vindicat. Nou, toen dit pand gebouwd werd, toen werd dit deel, Grote Markt 43, de boekhandel. Maar aan de voorkant zag het er een beetje anders uit. Hier was het eind van de winkel. En dit was open. Hier was een portiek. Hier achter het gordijn liep het door naar het pand hiernaast. En hier waren vitrines.
En in 1879 werd Scholtens ook kunsthandel. Willem Scholtens, een jongere broer van Arend Lubbertus II, bracht de kunst in de boekhandel. Hij exposeerde werken van Jozef Israëls en zelfs van Vincent van Gogh. Maar omdat er nauwelijks Groningse kopers waren te vinden, legde Scholtens zich vooral toe op de verkoop van reproducties. Kunst nam zo'n belangrijke plaats in bij Scholtens dat bij de nieuwbouw een heel gedeelte ervoor werd gereserveerd. Het rechter gedeelte, Grote Markt 44. Ik heb hier een plaatje van het interieur van de kunsthandel in vroegere tijd. Nou, er is nu weinig meer, of eigenlijk helemaal niets, wat herinnert aan die periode. Dit was een uitgave bij het 40 jaar bestaan. Maar ik heb wat spullen geleend uit de tijd van de kunsthandel. Hier een schrift, ook mooi, Scholtens en Zoon boekhandel. Met allemaal knipsels. En daarin kun je ook zien dat er allemaal tentoonstellingen werden georganiseerd hier in dit pand. Daar blijkt toch veel reproducties werden verkocht. En die gingen dan in dit soort kokers weg. Scholtens en Zoon. Prachtig. En deze reproducties, die werden vervaardigd volgens de zogeheten Goupil-methode. Dat was een bedrijf in Parijs. Dan kreeg je dit soort dingen. Heel zwaar karton. En Scholtens was de enige die deze reproducties verkocht. In 1940 hield de kunsthandel op te bestaan en werd Grote Markt 44 verhuurd. Tot 1971. Toen had Arend Lubbertus Scholtens IV het bedrijf verkocht aan Elsevier en ging de boekhandel uitbreiden. En toen werd 44 bij 43 getrokken. Dat bleef allemaal zo tot de fusie met Vristers. Scholtens heroverde door de fusie de oude toppositie. En nu de verbouwd is, wil het bedrijf dat graag vieren.